inmiddels is aangeschoven Fred Boot. Een grote naam in kunst en cultuur. En waar, jij zit eigenlijk ook een beetje met verschillende petten op, toch? Ja, ik zit hier uiteraard namens Soldaat van Oranje, de musical. Precies, die in oktober 10-jarig bestaan zou vieren. 30 oktober zouden we ons jubileum vieren, 10-jarig bestaan. Maar ik zit hier ook als bestuurslid van de Vrije Theaterproducenten. Waar we onder leiding van Boris van der Ham en Marten Lalleman, onze directeur, met een aantal andere vrije producenten natuurlijk nu al, wat is het, bijna 11,5 week heel hard trekken om onze sector te redden. Want Boris was er gisteren, hè? Heeft hij het goed gedaan? Goed gezegd? Ik vond dat Boris het uitstekend verwoord heeft, Ja, want laten we het eerst even hebben, want dit was wel het jaar waarin er allemaal hele mooie dingen stonden te gebeuren voor jullie. Dus het is ook een beetje een jaar van de grote teleurstellingen. Ja. 10-jarig jubileum van Soldaat van Oranje, maar ook Ja, er waren een paar dingen eigenlijk achter elkaar die gebeurden. En allemaal, nogmaals, het is allemaal zo begrijpelijk dat dit aan de hand is en het is wat het maar is. Maar je mag ook een beetje rouwen om je eigen verlies. En ik zei dat dit weekend nog tegen iemand, dat je je soms zo schuldig voelt. Dat je eigenlijk heel verdrietig bent over je eigen sores. Maar het is natuurlijk niet mijn eigen sores. Want er waren zo ontzettend veel mensen aan het werk die zoveel leuk werk hadden. Ja. En dat stopt dan opeens. En dat gebeurde ook nog eens in een periode van ongeveer 3-4 weken. Dus eerst natuurlijk de aankondiging dat we op 12 maart niet meer konden spelen. Nou, dat was heel verdrietig. Maar al heel gauw kwamen we erachter dat ook ons project in Londen ook niet door kon gaan. Dus daar moesten we op de pauzeknop drukken. Ja, want daar zou jullie in première gaan. Ja, we zouden 11 mei beginnen met bouwen van ons theater op de Royal Docks, recht tegenover City Airport. Ja. Alles was voorbereid, het staal was al gesneden en gelast. Nou, en alleen als je al daaraan denkt hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. Ja, ongelooflijk veel. Enorme bedrijven die daar voor ons ook, die ook hielpen bij de productie en bij de bouw en noem alles maar op. We zouden deze zomer, zou ik nu ongeveer richting Londen gaan om daar bijna een maand te gaan casten samen met Teu Boermans en een deel van het Engelse team. En dan zouden we op 6 september hadden we een perspresentatie en zou ook onze verkoop beginnen. En we hadden een hele mooie perspresentatie geregeld in de Churchill War Rooms. Oh, al die mooie creatieve ideeën die dan weer zo... Ja. En nadat we dat op pauze hebben moeten drukken, waren we ook ondertussen heel druk met onze nieuwe voorstelling. Ja. En dat is dat heet Nieuw Amsterdam. Dat gaat over het ontstaan van New York. Maar heel veel ver met de gemeente Almere. Met wethouder Hilde van Garderen. We stonden op het punt om een digitale presentatie via Zoom te doen aan het college en aan de raad van Almere. Dat is ook op en toen moesten we daar ook zeggen van dit soort investeringen in deze periode, dat kan niet. Nee. En dat dus is natuurlijk ook heel veel ideeën die nog... En er waren inmiddels ook 20 man aan het werk aan dat project. Dit zijn allemaal hele grote projecten waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Hè. We hadden het net al even over Soldaat van Oranje. Dat 10-jarig jubileum in eind oktober. Die mensen die spelen nu de voorstelling niet meer. We hebben het vandaag ook een beetje over het gebrek aan een punt in de horizon. Hè? Aan de horizon. Ja, het zou zo fijn zijn als je mensen echt weer een perspectief kan bieden. Ja. En dat punt verschuift natuurlijk de hele tijd. Eerst hoopten we nog, helemaal in het begin van deze coronaperiode, dat we in de zomer zouden wij 4 weken dicht zijn. En dat we dachten, nou dan gaan we blijven we de zomer open, dan halen we het wel weer in. Precies. Dus we hadden alle acteurs en crew en zo, die hadden we allemaal gevraagd, zijn jullie beschikbaar in de zomer, kunnen we eventueel doorspelen? Ja, graag. En vervolgens werd het weer opgeschoven. Nou, de 1 juli regeling met 30 en 100, dat is voor Soldaat van Oranje gewoon onmogelijk. Ja. Dat is kostentechnisch natuurlijk niet te doen. Wij hebben op zijn minst een halve zaal, er kunnen 1100 mensen in onze zaal. En we hebben op zijn minst een halve zaal nodig om überhaupt onze dagkosten terug te verdienen. Ja. En dat hebben we nu op 1 september gezet. Dus we hopen dat we tegen die tijd, dat er dan wel versoepelingen zijn. Dat we inderdaad meer dan 500 man in onze zaal kunnen krijgen. Maar je moet continu nadenken ook over, oké, als dat in september niet gebeurt, hoe lang kunnen we dan nog volhouden? Ja. Hè? Wat kunnen we dan nog organiseren? Ja, nou godzijdank kunnen we nog in ieder geval even volhouden. En natuurlijk denken we ook wel na over alternatieve plannen om in ieder geval een groot deel van onze mensen weer leuk werk te kunnen geven. We hebben natuurlijk een prachtig terrein daar in Valkenburg. We hebben daar ook buitenlocaties.
Dus we zitten al een beetje te brainstormen, ook met wat externe mensen, van misschien kunnen we daar wel iets doen. Ja. Maar... je leert jezelf natuurlijk ook een beetje kennen in deze periode, omdat we dit nog nooit hebben meegemaakt, wie je bent als ondernemer, ja. En hoe je met dit soort zaken omgaat. En je wil natuurlijk het liefst gewoon weer maken. Dat is het leukste van ons vak. Precies, het hele zakelijke gedeelte is misschien niet jouw grootste. Dus je moet ook, maar bij die creativiteit, dat wordt natuurlijk ook gezegd vanuit de overheid, jullie zijn zo'n creatieve sector, dus verzin het maar. Ja, we kunnen heus dingen verzinnen, maar het moet wel een economisch model zijn. Ja. En dat is het meeste niet. Nee, en je kan niks verzinnen voor een musical als Soldaat van Oranje als je zegt je moet op 1,5 meter afstand van elkaar spelen, zitten. En je mag maximaal zoveel mensen. Ja, dat is denk ik mijn belangrijkste stokpaardje. Ja. Dat, hoe beeld je de oorlog uit op 1,5 meter? Onze voorstelling gaat over vriendschap, over liefde, gaat over... Uiteraard zijn er gevechten in de voorstelling. Ja. Dat is niet uit te beelden op 1,5 meter. Niet op het toneel, maar ook niet achter de schermen. Er zijn talloze kledingwissels. De techniek die moet dit soort tafels verplaatsen. Kijk, voor bepaalde problemen, zoals bij bijvoorbeeld dit probleem, zijn er alleen maar oplossingen nodig als dat het een contactberoep is. Ja, ik heb dit weekend begrepen dat we dat woord vooral moeten vermijden. Dus daar zal ik nu ook maar een pleidooi voor doen. Nou, de filmwereld heeft natuurlijk afgelopen vrijdag, de film- en tv-wereld heeft afgelopen vrijdag te horen gekregen dat ze in ieder geval weer kunnen gaan filmen. Ja. Niet met inachtneming van de 1,5 meter, behalve bij intieme en bij gevechtsscènes. Nou, dat is al een stap. Ja. Daar is Soldaat van Oranje natuurlijk nog niet mee geholpen. Want we hebben intieme scènes, we hebben gevechtscènes. Daar zijn heel veel films ook nog niet mee geholpen. Maar er kan weer iets. Ja. Kijk, contactberoepen zijn eigenlijk... moeten dan een klant- of patiëntrelatie bestaan. Ja. Tussen degene van het beroep en de patiënt of de klant. Dat kan je natuurlijk niet hard maken als je twee acteurs tegenover hebt. Dat is dan in wezen geen contactberoep. Dus laten we het vanaf nu podiaberoepen noemen. Of, precies, of speelberoepen. Precies, en die hebben dit nodig. En die hebben dit nodig om de voorstellingen te kunnen spelen zoals het bedoeld is. Het orkest moet met elkaar in de orkestbak. Nou, laat mij een orkestbak zien. Waarin je 1,5 meter kan gaan zitten. Laat mij backstages zien waar dat zou kunnen. Ja. Toneelvoorstellingen, de meeste kunnen niet. Dus als we die 1,5 meter niet kunnen aanpassen, versoepelen... Dan gaat een heel groot deel van het aanbod wegvallen. En dan staan de theaters sowieso leeg. Heb jij überhaupt nog hoop? Ik heb heel veel hoop. Ik ben een ongelooflijk positief mens. En ik heb dat ook vaker herhaald. Mijn vader is overleden in 2014... En die heeft me opgevoed met de power of positive thinking. En ik zeg elke dag, dank je pap dat je dat gedaan hebt. Want, precies, dat is een groot goed in deze dat tijd. Dat is echt een heel groot goed. Ja. Dus ik blijf hopen. Ik zeg ook altijd, ik schrijf de afgelopen weken om de 1,5 week een nieuwsbrief naar al onze medewerkers. En die eindig ik ook vaak met, weet je, wat er ook is in de wereld, wat er ook gebeurt in je leven, er is altijd hoop. En hoop mag je nooit verliezen. Ja. En daar haal ik ook mijn energie uit. Want je kan je voorstellen dat nou, de eerste 6 weken ging het op de adrenaline. Precies. En daarna moet je het echt uit jezelf halen. Ja. En met elkaar lukt dat, volgens mij. En heb jij het gevoel dat... want jullie waren nu ook heel veel in contact met Engeland. Hè, met, voor die voorstelling. Dat er in andere landen weer op een andere manier om wordt gegaan? Of heb je het gevoel dat het is eigenlijk overal hetzelfde? Nou, Engeland gaat het allemaal nog wat trager en... zijn de maatregelen natuurlijk ook heel streng. Dus ook daar lees je over West End dat gaat echt voorlopig nog niet open zoals het bedoeld is. Maar recent is bijvoorbeeld in Zwitserland gaan de voorstellingen nu naar 300. En mogen straks zelfs 1000 mensen in de zaal. Nou, dat biedt perspectief. Dan kan je weer wat. In Duitsland zijn ze er heel erg mee bezig. Zijn ze ook aan het kijken hoe ze überhaupt met die 1,5 meter samenleving, generiek ook, om willen gaan. Dus in de omringende landen gebeurt al wel wat voor onze sector ook heel prettig zou zijn. Ja, en hebben jullie dan ook een soort nog een lijntje naar de politiek? Dat je zegt van nou, je stuurt een mooie brief naar al je medewerkers. Nou, stuur je ook een brief naar de politiek? Ik heb 6 kantjes klaar liggen voor minister van Engelshoven. Dat was natuurlijk ook om het allemaal voor mezelf van me af te schrijven. Ja. Maar ben hem nu wel aan het strak maken. En samen met een collega van mij, Jort Jansen, mijn financieel directeur. Ja. Die heeft een heel protocol geschreven. Er zijn natuurlijk allerlei protocollen gemaakt.
Maar het ding is natuurlijk dat elk theater, elke voorstelling is anders. Dus echt een generiek protocol bestaat niet. Dus ja, iedereen moet dat toch op zijn eigen manier doen. En wat is voor jou de belangrijkste boodschap aan haar dan, in jouw brief? Er zijn eigenlijk twee dingen. Dat heeft absoluut ook te maken met die speelberoepen, met die podiaberoepen. Ja. Kom kijken in ons theater, dan laat ik je zien hoe dat eigenlijk niet gaat. En dat we echt een versoepeling nodig hebben om de voorstelling te spelen zoals die bedoeld is. Ja. Laten we de acteurs en de technici, et cetera, testen, temperatuurmetingen. Mijn zus zit in de zorg in Drenthe en die wordt ook gewoon elke dag, gewoon voordat ze dat gaat doen, getemperatuurd en gevraagd of ze gezond is. En dan kan je gewoon aan het werk. En het andere punt? En het andere punt is natuurlijk financieel. En dat heeft veel meer te maken ook met mijn pet van de Vrije Theaterproducent op. Dat we nu met elkaar zo ongelooflijk veel schade hebben opgelopen al. Het loopt nu al richting de... Nou, het is 42 miljoen tot 1 september ongeveer met alle producenten bij elkaar. En dat is alleen maar de schade, hè? Dus dat hebben we nog niet over gederven omzet. En dat zijn gigantische bedragen. Dat betekent dat van al die vrije theaterproducenten... die zijn nu hun eigen vermogen aan het opeten. En het zijn allemaal ondernemers, dus er staan eenlingen bovenaan die zaken. Die eten hun pensioen bij wijze van spreken op. En dat is zo schrijnend. Ja. Er zijn mensen bij die al 35 jaar mooie voorstellingen op eigen risico naar de theaters brengen. Precies, en die nu al hun harde werk en verdiensten daarvan. Dat gaat in rook op. En daar komt natuurlijk bij dat ongeveer 70% van alle voorstellingen komt van de vrije theaterproducenten. Ja. Ik zit ook bij de Raad van Cultuur in de beoordelings- en adviescommissie voor de BIS-gezelschappen. Maar de BIS-gezelschappen komen natuurlijk niet overal. Die komen maar een beperkt aantal theaters. Dus theaters zoals Doetinchem, Gouda, zo kan ik er nog duizenden opnoemen. Die zijn echt bijna voor 100% afhankelijk van de vrije producties. Ja. Dus als het aanbod wegvalt, dan kunnen we heel hard nadenken over de vraag. Precies. Maar dan is het er gewoon niet. Nee, laat het duidelijk zijn dat een heel groot gedeelte niet gesubsidieerd is. Precies, en die zijn hard nodig om dat culturele landschap vorm te geven. Namens wie ga jij tekenen vandaag? Ik ga tekenen namens Soldaat van Oranje en een beetje namens Soldier of Orange en een beetje Nieuw Amsterdam. En over hoeveel mensen komen we dan? Dan kom ik op 1350. Ja. Gisteren zat hier Verena Balt, dat is onze hoofdkleding. Die heeft al de 150 dagelijks medewerkers van Soldaat van Oranje in het voorgebouw op het toneel, backstage en op kantoor meegenomen. Daarin zitten ook de 30 acteurs die bij Soldaat op toneel staan. Maar inmiddels hebben we 230 acteurs gehad. Dus dat zijn er alweer 200. We hebben technici, crewleden, orkestleden die allemaal... Ik geloof je onmiddellijk. 1350 mensen gaan we erbij schrijven bij het aantal deelnemers voor Cultuur in Actie. Fred, dank je wel. Heel veel sterkte, succes. Op naar een half miljoen. En zet je naam op de wand. Dank. Graag. Dank je wel.